De selectie van de koploper van de Eerste Divisie was vanmiddag te gast bij de Tuinderij in De Lier. In het Westland mochten de spelers touwdouwen, sumo worstelen, levend tafelvoetbal spelen en racen door de kassen. Het is mooi dat de sponsor van ons dit aanbood. Ja, voor ons is het ideaal om even aan de teambuilding te werken, dat zie je wel. Een uitgebreid verslag van Sparta in de kassen is maandag te zien in Sportclub Rijnmond.